Het ministerie van Defensie heeft vandaag de eigen stichting uitvaartverzorging gelanceerd. Het is bestemd voor medewerkers, dus het totaalministerie, gepensioneerden en ex-militairen mogen zich registreren bij deze stichting. Er is langer dan 2 jaar gewerkt aan de opzet van dit zogenoemde solidariteitsfonds. Met de Stichting Uitvaartverzorging Defensie wordt gewerkt aan het wegnemen van de zorgen van de nabestaanden van een medewerker die komt te overlijden. Dit geeft voorzitter Brian Landveld aan. Er is al een startbedrag van 100.000 Surinaamse dollar binnen. Het ministerie roept al haar medewerkers op zich te registreren. Defensiepersoneelsleden en gepensioneerden die hebben dus vanaf vandaag de ruimte om hier te komen naar ons secretariaat om zich te registreren. Voor de defensiepersoneelsleden heb ik het over de actief dienende militair en ook natuurlijk de mensen, het burgerpersoneel die dus in een actieve dienst is. Zij hebben de gelegenheid dus ook om hier te zijn. Ze komen met hun ID-kaart. Ze brengen een kopie van hun ID-kaart mee. Als ze mensen hebben die ze willen opgeven als begunstigd, dan moeten ze dus ook gelijk een kopie brengen van de ID-kaarten van die mensen. Omdat er een bepaalde regeling is waar we dus rekening mee moeten houden en we zeker moeten zijn met wie we moeten praten bij mogelijke overleden van zo'n defensiepersoneelslid. Er wordt een maandelijkse contributie gevraagd van 100 SRD. Voor de gepensioneerden geldt dat zij de inschrijfkosten betalen van 1000 SRD en per maand vervolgens 100 SRD storten in het fonds. De dood is nu eenmaal onderdeel van het leven. Iets waar niemand onderuit komt, benadrukt Landveld. Families van de defensiemedewerkers hoeven niet meer met de handen in het haar te zitten, want de stichting springt in bij een overlijden. Minister Krishna Mathura noemt het een unicum dat Defensie dit heeft weten te realiseren. Ze haalt wel aan dat er uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld, de overheid dekt nog steeds de begrafeniskosten van personen die tijdens de dienst komen te overlijden. Bij het overlijden onder andere omstandigheden nam het ministerie het afleggen en begeleiden van de familie op zich. Het ministerie is bij wet niet toegestaan geld aan de nabestaanden te geven. Met de Stichting Uitvaartverzorging Defensie is daar verandering in gekomen. Kijk, het is een fonds en dat betekent dat mensen een bedrag elke maand moeten betalen. En dit bedrag is 100 SRD per maand. En het wordt ingehouden van het salaris. Dus mensen moeten machtigen het ministerie om van hun salaris in te houden. En dat ingehouden bedrag gaat dan in een fonds. En het fonds is dan zelf revolverend. Dus het fonds houdt in, dat geld wordt uitgekeerd. We hebben een beetje gekeken naar de trenden afgelopen jaren. En we zien dat er per jaar ongeveer tussen de 20 en 25 mensen komen te overlijden. En dat zijn militairen, maar ook gepensioneerden en iedereen. Dus we hebben gekeken van, ja, als we dat aantal hebben, hoeveel geld moeten we hebben? En vandaar dat het bedrag is vastgesteld op 100 SRD. De nabestaanden krijgen een bedrag van 40.000 Surinaamse dollar uit het opgezette solidariteitsfonds van Defensie.